We staan nu bij de actief sliptank. Wat hier gebeurt is, alle verontreinigingen wat nog in het afvalwater zit, wordt hier in principe door de bacteriën gezuiverd. Op de bodem liggen allemaal platen waar het lucht doorheen wordt gedrukt. En dat is, zie je door alle belletjes wat je in het water ziet. En dat is de zuurstof die het in het water brengt. Dus vanaf hier gaat het naar de ronde tanks achter ons. En vandaar gaat het naar Landengraven. Heel veel verschillende zuiveringen zie je overal mee overvliegen. Hier dus ook. Die zien heel veel in het water, of op het water eigenlijk, nog wel wat vetbolletjes of ander materiaal waar ze allemaal opeten. En daarom zie je ze ook hier allemaal op de learning zitten. Af en toe duiken ze er even in, pikken ze er wat uit. Dat is toch wel... Voor hun een beetje voeding. De enige nadeel is... Wordt nogal veel ondergepoept hier. Tussen kerst en oud nieuw zien we een toename van vet hier binnenkomen. En dat is dus vooral doordat mensen, waar moeten we met de vet in? De makkelijkste manier is door de wc, volgens de mensen. Maar ja, dat is dus niet de manier. Het liefst hebben we dat het netjes opgevangen wordt in de desbetreffende bakken en afgevoerd wordt. Op een gegeven moment gaat de stollen door de koude watertemperatuur, waar allerlei bollen ontstaan van vet. En dat hoopt zich allemaal op. En dat versmeert al mijn mechanische machines. Yeah. En door die versmering krijg ik allemaal verstoppingen. Gladheid. In ieder geval, daar zijn we heel druk mee om dat schoon te maken. Vooral gevolgd door verstoppingen van pompen, van leidingwerk, van versmeringen. Wat allemaal leidt tot storingen op een zuivering. Als je dan, zoals wij, storingdiensten lopen, moet je dus met nacht en ontij moet je eruit om alles schoon zien te maken. Ja, dat is een extra belasting voor ons als medewerkers. We zien vooral dus de onoplosbare doekjes, wat mensen toch door de zee gooien. Die er niet, want de normale toiletpapier valt uit elkaar door het nat wordt en wordt verwijderd, maar de doekjes, de niet opblaasbare doekjes, die hangen hier allemaal vast in de roosterharken. Ja. Veel maanverband, altijd. Die vrouwen toch. De vrouwendingetjes, ja. Wat toch wel vaak door de wc wordt gespoeld. De blikjes, de papieren zakje of de plastic zakjes. Allemaal condooms, dat soort dingetjes. Condooms veel, vooral naar het weekend. Op het moment ook heel veel mondkapjes er doorheen komen. We hebben 3 roosterharken, En met droog weer loopt er 1, maar met hevige regenwateraanvoer zijn ze alle 3 tegelijk in bedrijf. Het meest bekende wat er door de wc mag gespoeld worden zijn de 3 P's. Oftewel het plas, de poep en het papier.